Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Jinga en zijn vrienden gaan beginnen aan hun zoektocht naar de andere 8 legendarische bladers. Maar ze stuiten op Johannes, die hen hoe dan ook wil tegenhouden. Johannes daagt Jinga uit voor een B-gevecht en ze beginnen. Jinga begint sterk en Cosmic Pegasus ramt hard op Beatlinks. Maar Links heeft een effectbaan die van hoogte kan veranderen. En dat zorgt ervoor dat Pegasus hem mist wanneer hij hem aanvalt. Maar Jinga weigert op te geven en gaat door met het gevecht tegen de B van Johannes. Het ziet er heel slecht uit voor Jinga, totdat er onverwachte hulp opduikt in de persoon van Kiyoya. Kiyoya lanceert Leon, raakt Links hard en jaagt hem achteruit. Johannes springt omhoog, grijpt zijn B en vertrekt, omdat hij vindt dat hij in het nadeel is tegen Kiyoya en Jinga. Nu Johannes weg is, verrast Kiyoya iedereen opnieuw als hij vertelt dat hij met Jinga en de rest meegaat op zoek naar de andere 8 legendarische bladers. Kiyoya vertelt ook dat hij ze alleen maar wil vinden, zodat hij ze allemaal kan verslaan. En als dat is gebeurd, wil hij vechten tegen Jinga, om voor eens en voor altijd te bewijzen wie de beste blader ter wereld is. El Drago Destructor. Ziet er gaaf uit. Denk je echt dat er een legendarische blader op dat eiland is? Ja, als mijn berekeningen kloppen wel. De plek waar deze star fragment neerkwam is absoluut hier op dit eiland. Je bent nogal zeker van jezelf. Ja, dat ben ik. Een licht dat valt uit de hemel zal de hartslag van het vuur wakker maken en de aarde doen schudden. Huh? Het is een legende. Dit eiland heeft er een. Een oude legende die gaat over de komst van de Star Fragment. Een licht dat uit de hemel valt. Oké, we zijn er. En dat werd tijd ook. Voorzichtig, mevrouw Madoka. Dank je. Ik vraag het nog één keer. Weten jullie dit zeker? De eerstvolgende boot komt hier pas overmorgen weer langs. Ja, we weten niet zeker of we die legendarische blader meteen gaan vinden. We hebben geen andere keus. En onthou goed, die vulkaan daar kan elk moment gaan uitbarsten. Nou jongens, als je het mij vraagt, zou het slimmer zijn om meteen weer weg te gaan. Dat komt wel goed. We waarderen het heel erg dat u ons helemaal hier naartoe heeft gebracht. Ja, heel erg bedankt dat u ons hier naartoe heeft gebracht. Ik kan jullie niet ompraten. Er is daar een dorpje aan de westkant van het oerwoud. Als je in de problemen komt, kun je daar om hulp vragen. Maar onthoud goed, ik kan jullie niet garanderen dat ze heel blij zullen zijn met vreemdelingen. Begrijpen jullie dat? Huh? Huh? Oh, het wordt tijd dat ik maar weer eens vertrek. Hey jongens, doe voorzichtig, hè? Daar gaat hij. Wij moesten ook maar eens gaan. Blijf daar niet zo staan. Huh? Hé, maar wacht, Kiyoya. Jongen, hij kan ook nooit even wachten, of wel soms. Kom op, is er echt een dorpje op zo'n verlaten plek als deze? Dat zouden mensen ook wel kunnen zeggen van Koma. Ja? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dit eiland is eigenlijk niet zo groot. Het kan niet ver meer zijn. Laten we doorlopen, oké? Huh? Wacht heel even. Mijn koffer zit vast. Het is ook altijd hetzelfde met jou, hè? Als je ons blijft ophouden, moet je maar naar huis gaan. Huh? Wat zeg je? Je bent zo onbeschoft. Je hoeft echt niet zo gemeen te doen. Ah, Kiyoya, je bent vreselijk. Zo is hij gewoon. Heel erg bedankt, Benkei. Huh? Het is niks. Kiyoya mag niet opgehouden worden, dus ik doe wat ik kan om hem te helpen. Wow. Wow, daar is het.
Het dorpje! We hebben het gevonden! Denk je dat er hier een legendarische bleder is? Ik denk dat we het beter meteen kunnen gaan vragen. Hallo! Sorry, meneer. Huh? Wie zijn jullie allemaal? Waarom zijn jullie hier op dit eiland, hè? We zijn eigenlijk op zoek naar iemand. Is dat echt zo? Huh. Ah, is dat een Beyblade? Ga weg! Wat? Het is alleen maar mijn bee! Wat is dit? Nou, dit is wel vreemd. Wat is er hier aan de hand? Ze staan allemaal vanuit hun huizen naar ons te kijken. Hallo? We willen jullie echt geen kwaad doen, dat beloof ik u. Alsjeblieft, we willen alleen maar wat vragen. Ik smeek het. Hé, vertel eens. Beybladen jullie allemaal? Ja. Ik ben de winnaar van het Beyblade Wereldkampioenschap. Mijn naam is Jinga. Waarom deed u dat? Types als jullie willen we hier niet, dus ga maar weer weg. Je bent een bleder, dus je bent een bedreiging. Vertrek uit ons dorp, onmiddellijk. Wegwezen, weg hier. Ons dorpshoofd heeft gesproken. Schiet op, maak dat je wegkomt. Ja. Nou, waarom doen ze dit? Oh, dus jullie willen vechten, hè? Niet nu, Kiyoya. Ik denk dat we ons voor nu maar beter even kunnen terugtrekken. Ja, goed idee. Kom op, we gaan, jongens. Kiyoya, kom op! Tjonge, dat was niet normaal. Wat bezielden die mensen eigenlijk? Ik vraag me af waarom ze zo tegen ons deden. Waarom hebben ze toch zo'n ontzettend grote hekel aan beest, Kiyoya? Hoe moet ik dat weten? Oh. En we zijn nog wel helemaal hier naartoe gekomen. En nu ben ik compleet uitgeput. Oh, ik rammel van de honger. Wat denk je dat we nu moeten doen? Goeie vraag, Yuki. Let it rip! Een bee! Oké, deze keer. Let it rip! Ik kan er niks van. Hallo, lekker een jeetje aan het oefenen met je bee? Ben Kees is helemaal bang omdat jij zo boos naar haar kijkt. Ik kijk helemaal niet boos. Het is oké. We zijn allemaal Beybladers, net zoals jij. Voilà. Oh. Hey, wat is je naam eigenlijk? Sala. Sala, zei je? Wil je mij je bee laten zien? Maar heel eventjes. Wauw, een Earth Fireblaze 145F. Maar als je deze effectbaan combineert met zo'n soort combiwiel, krijg je nooit genoeg balans. Hey, mag ik even iets uitproberen? Ja hoor. Eens kijken, we veranderen dit en dit ding. Oké, zo moet hij goed zijn. Je effectbaan is wat korter gemaakt en het prestatiepunt is vervangen door een breed uithoudingsvermogensoort. Probeer hem nu maar eens te lanceren. Oké. Let it rip! Wow, ik had hem! Mooi! Zullen we dan nu een wedstrijdje spelen? Oké. Hou je ellebogen wat lager. Hou hem recht voor je uit en lanceer. Daar gaan we. 3, 2, 1. Let it rip! Oké, dat gaat goed. Ja, ga. Hey, hoe lang waren jullie van plan om hier nog mee door te gaan? Ach, hou toch je mond. Ook al zijn bladers dan niet welkom in het dorpje verderop. Hier is een kind dat met een bee speelt. De enige manier om nog contact te kunnen maken is via onze nieuwe vriendin Sala. Ik ben niet meegegaan om met kleine kinderen te spelen, begrepen? Doe eens rustig. Ik blijf niet hier terwijl jullie spelletjes spelen. Ik ga de dingen op mijn manier doen. Wat? Kom mee, Benke. Ik? Kiyoya, maatje! Kiyoya! Nog één keer? Kom op dan. Oké, dan ben ik nu je tegenstander. Hey, meneer Jinga, en u? Oké.
geef me zomaar niet gewonnen. Oh, nee. Oh, het was zo leuk. Je doet het eigenlijk al heel goed, Sala. Als je zo door blijft oefenen, word je heel snel een stuk beter. Echt waar? Tuurlijk, maar om dat te kunnen doen, heb je vrienden als ons nodig om tegen te vechten. Vertel eens, Sala. Oefen jij altijd hier in je eentje? Maar vroeger was het hier niet zo erg als nu. Maar sinds dat ding gebeurd is, werden bees verboden in ons dorp. Dat ding? Welk ding, Sala? Oeps! Wat was dat, Madoka? Sorry. Wat is er aan de hand? Hebben jullie soms honger? Geen probleem, hoor. Ik hou wel wat te eten voor jullie. Mooie stal. Zeker weten. Blijf maar hier. Ik hou wel wat te eten uit ons huis, oké? Sorry, maar als mijn vader jullie vindt, kom ik in de problemen. Ik ben zo terug. Het lijkt me niet dat we alsnog een warm welkom krijgen. Maar we moeten haar dankbaar zijn dat ze haar eten met ons wil delen. Sala? Huh? Wat was je aan het doen, Sala? Oh, niks hoor. Oeps. Je was weer aan het beebleden, is het niet? Ik heb toch gezegd dat dat niet meer mag? Kom, geef het aan mij. Oh nee, papa, hij is van mij. Wat is daar buiten aan de hand? Oh, jongens, we moeten ons verstoppen. Oh, geef terug, alsjeblieft. Wat is dit? Sala, waar heb je die nieuwe onderdelen vandaan? Ik heb ze gevonden. Huh? Oh, wat? Kun je dat niet tegenhouden? Dat was ik niet. Dat was jij, Madoka. Mijn maag maakt niet zoveel herrie. Ik ben netjes. Hallo, is hier iemand? Huh? Huh? Oh, het lijkt wel alsof er op dit stomme eiland helemaal niks te vinden is. Huh? Dit is echt een heel klein eiland. Er is alleen maar deze vulkaan. Dat is het dus. De enige plek waar we nog niet gekeken hebben is daar. Wat? Moeten we helemaal daar naar boven? Je moet niet zo zeuren, Benke. Meekomen. Dit ziet er interessant uit. Alsjeblieft, pak maar waar je zin in hebt. U bent zo aardig. We zijn er heel blij mee, meneer. Dank u voor het eten. Jullie zijn die bleders die vandaag op het eiland zijn aangekomen, klopt dat? Dit zijn lieve mensen, papa. Ze hebben mijn been veel sterker gemaakt en ze hebben zelfs met mij gevochten. Dat begrijp ik. Maar het punt is, het hele dorp staat op zijn kop door jullie. Maar waarom is dat? Waarom hebben de mensen uit dit dorp zo'n hekel aan bleders? Dat zal ik jullie vertellen. Zo'n 2 weken geleden kwam er een bleder naar dit eiland, net als jullie. Deze plek is heilig. Op deze berg woont de drakengod die het eiland tegen al het kwaad beschermt. Buitenstaanders mogen er niet in. Drakengod, is dat zo? Interessant. Ik ga zelf wel even kijken of hij echt daar is of niet. Durf jij dat? Dat klopt. Omdat... Oh. Er hier een echte draak recht voor jullie staat. Zonder te luisteren naar de waarschuwingen van de dorpelingen, zei hij dat hij gewoon wat B-training ging doen. En hij ging in zijn eentje de berg op. B-training, hè? Een echte draak, zei je? Dat kan maar 1 man zijn. Is het nog ver? Volgens mij komen we in de buurt, Benke. Sinds die dag hoor je elke nacht het verschrikkelijke gehuil van een beest van die berg afkomen. Zelfs de grond in het dorp begint dan helemaal te trillen. Iedereen zegt dat die drakenman wel boos zal zijn. Nu snap ik het. Daarom begonnen jullie slecht te denken over bleders die van buiten het eiland komen. Op een nacht viel er een licht uit de hemel en stortte neer op die berg. Yeah!
een vloek. De vloek van de drakengod zelf. Alsjeblieft, spaar ons. Spaar ons. De vulkaan, die al die jaren heel rustig was gebleven, werd actief. Een licht dat valt uit de hemel. Ik wist het. Een star fragment is dus echt ergens op dit eiland neergekomen. Dus dat betekent dat het star fragment nu in de B van een blader zit? Daar kan geen twijfel over bestaan. Ah! Oh nee, daar begint het weer. Het is hem. Ik weet het zeker. Ah, nu snap ik het. Wat is dat? Is dat een bee? Ja, dat klopt. Het schijnt dat we inderdaad één grote blader vergeten zijn. Dus jij bent het, Ryuga. De blader die berg opging, dat moet Ryuga zijn geweest. Hij is ook een legendarische blader geworden. We gaan, kom op! Ja! Dat kan niet. Hè? Waarom niet? Ik ben ook nog een bewoner van dit eiland. En ik kan niet toestaan dat er nog meer buitenstaanders ook maar één stap op die heilige grond zetten. Maar meneer... Ik geef jullie wel onderdak totdat de volgende boot komt. Maar als jullie dingen nog erger maken dan het nu is, kan ik dat ook niet langer meer blijven doen. Ik zeg dit voor jullie eigen veiligheid, jongens. Maak de mensen van dit dorp alsjeblieft niet nog kwader dan ze nu al zijn. Oh, nee. Wat doe jij nou weer hier, Kiyoya? Kiyoya, kijk! Die bee van Ryuga! Ik zie het. El Drago is dus ook al uitgekozen. Dus jij was al die tijd al die derde legendarische blader, Ryuga! Legendarische blader? Ik wist niet dat jij de eerste tegenstander zou zijn die ik versla. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat erg vind. Ik zal je mijn nieuwe krachten laten zien. De herboren leeuw! Je bent opgewonden omdat je een nieuw speeltje hebt, of niet, Son? Hou je mond. Deze Fang Leone bezit dezelfde krachten van het Star Fragment als die van jou, El Drago. Dus kom maar op. Star Fragment? We hebben dezelfde vechttechnieken. Het wordt tijd om in te zien dat je niet voor altijd de sterkste bent. Jij denkt dat ze hetzelfde zijn? Interessant. Dat iemand als jij denkt dat hij de Drakenkeizer kan verslaan. En deze El Drago Destructor? De El Drago Destructor! Laten we beginnen, Ryuga! Let's go! Hij wordt weer hervormd! Alsjeblieft, heb medelijden met ons! Heb medelijden met ons! Wat gaan we doen, Jinga? Oké, we zijn hier nooit geweest, jongens. Wat? We hebben Sala en haar vader nooit ontmoet. We kennen ze niet omdat we niet willen dat ze in de problemen gaan komen. Ja, ik snap het, Jinga. Mooi, want wij moeten nu gaan. Opschieten! Dus jullie gaan nu, hè? Ik zal jullie daar zelf naartoe brengen. Oh, jij bent nog niet zo slecht. En dan ben ik nog niet eens begonnen. Blijf zo doorgaan, Leon! Niet opgeven! Ga! Oké, pak hem, Kiyoya! Ik stuur hem gewoon recht op die vulkaan af! Jammer! Je had hem bijna! Denk je nou echt dat zo'n verdedigingssoort B op kan tegen de krachten die mijn El Drago heeft? Sorry, gast. Maar Fang Leone is niet zomaar een gewone verdedigingssoort. Opschieten! Hier zijn... Leone's nieuwe tanden! Dit zijn de krachten van de nieuwe herboren Leone! Ja! Ja, haha, je hebt hem! Vond je dat leuk, gast? Die aanvalsmodus is geweldig!
Eens even kijken. Je zei toch dat ze even sterk waren? In dat geval! Dus vanaf nu wordt alles beslist door het verschil in kracht van de bladen. Ja, toch? Dat gaat niet goed, maatje. Jij bent een suffer die zijn eigen been nog niet eens onder controle heeft. Oh ja? Kijk daar, dat is Ryuga. En Kiyoya en Benkei. Kom, ik zal je het verschil laten zien tussen jou en mij. Ik kan niet wachten. Zorg dat je er klaar voor bent, Ryuga.